Ja, het is toch een prachtige plek dit jaar. Uitmarkt 2017, we lopen hier rond langs het water. En dit is natuurlijk ook de plek voor NPO Cultura. Hallo. Want NPO Cultura natuurlijk, de 24 uur zender van de publieke omroep, digitaal, waarin we het beste laten zien van alle culturen in Nederland. En dat is veel natuurlijk. Dat gaat van dans naar literatuur, beeldende kunst. Maar dan hebben we het ook over muziek. En als we het over muziek hebben in Amsterdam, dan heb ik het natuurlijk over het Conservatorium van Amsterdam. Want daar gebeurt veel. Zij zijn ook een onderdeel van de Uitmarkt. En op dit moment is daar iets bijzonders gaande. Echt het allerbeste talent wat er is op het gebied van percussie. Dan hebben we het over vibrafonisten, over marimbisten. Die zijn hier een optreden aan het geven onder de titel Percussion Friends. En er is één zeer bijzonder jong talent bij. Kijk, daar is hij, denk ik dan toch. Een van de mannen achter Percussion Friends, Ron. Fijn dat we even langs mochten komen, nog voor het concert. Op zoek naar het grote jeugdtalent, Stijn. Ja, kom verder. Ja, is hij hier? Ja? Hij is hier. Groot talent achter dit grote instrument. Je had ook iets simpelers kunnen nemen, een gitaar of piano had nog gekund, ook niet helemaal handzaam. Maar waarom dit? Dat is een beetje vanzelf gekomen eigenlijk. Ik wou ook eigenlijk eerst pianist worden. Ja. En uiteindelijk ben ik slagwerklessen gaan volgen en komt dit er vanzelf een beetje bij. En ja. Dat pakt me wel aan. Ja, ja. Maar wat spreekt je zo aan in dit instrument? Ik bedoel, het is niet het meest populaire en makkelijke instrument wat je kan uitkiezen. Ik denk gewoon een ronde klank. Ja? Laten we een ronde klank horen, want wat bedoel je daarmee? Ja, prachtig. Ja. Hoe ontdekt je dat eigenlijk, dat je denkt, dit is een klank die mij persoonlijk aanspreekt? Dat was op YouTube. Ja? Ja. Want een groot voorbeeld gezien of een... Dat was een opname van Keiko Abe zelf. Deze dame. Uh-huh. Ziet er fantastisch uit. Een klein stukje even kijken. Ja. Jij gaat haar ontmoeten, hè? Uh-huh. Wat gaat er gebeuren dan? Het is een masterclass. Yeah. En daar speel je dan gewoon voor haar. Wat denk je van haar te kunnen leren nog? Ik vind het wel heel erg zen. Zen? Ja. En jij bent niet zen nog? Als ik op het podium opkom, niet, nee. Oh, kijk, dus dat wil je leren van haar, dat je cool blijven. Ja. Wat is het geheim van een goede marimba-speler? Wat moet je kunnen? Er overtuigd van zijn van hoe je iets speelt en hoe je het doet. En niet twijfelen als je het speelt. Want dat hoor je of zo? Ja. Ja? Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat goed voelt? Maar gewoon een duidelijke mening hebben over de interpretatie van het stuk. Ja? Is dat dan een kwestie van concentratie of heel veel oefenen? Gewoon nadenken over het stuk. Wat maakt Stijn nou zo'n uniek talent? Hij is nog heel jong en hij speelt eigenlijk stukken die al veel moeilijker zijn dan andere kinderen op zijn leeftijd spelen. Ja. Überhaupt, die al marimba spelen. Ja. Hij is ontzettend slim, handig, muzikaal ook. En als je dus aanwijzingen geeft, pikt hij het supersnel op. En kan die eigenlijk direct iets omzetten in muziek. Het leuke van slagwerk is natuurlijk, de marimba dus die hier staat, in dit bereik, ja, is eigenlijk pas in 1984 voor het eerst gebouwd. Mm-hmm. Door Keiko Abe, ontwikkeld. Mm-hmm. Ja, je merkt dus dat we eigenlijk nog in de steentijd zijn, zeg maar. Het is nog in ontwikkeling, zeg je. Het is enorm in ontwikkeling. Maar jij denkt dat er nog heel veel kan gebeuren met de marimba en dus ook de toekomst van Stijen. Ja, zeker. We hebben gewoon eigenlijk heel veel talentvolle jongens zoals jij nodig, en meisjes ook. Ja. En je merkt wel dat de laatste jaren de ontwikkeling van slagwerk enorm in de stroomversnelling is gekomen door ook alle social media en dingen.
En dat het een soort netwerk is wat steeds groter wordt. En... Want heel veel mensen kunnen natuurlijk elkaar zien en precies, elkaar inspireren. Precies. Ook al zit je ergens in Japan en, ja, of in, hier in Europa. Jij wou iets zeggen? Nou ja, wat misschien ook wel leuk is als je slagwerk speelt, is dat je echt onwijs veel kanten op kan gaan. Ja, want? Bijvoorbeeld? Maar je kan bijvoorbeeld marimba gaan spelen, je kan naar orkest in gaan. Ja. Je kan in ensembles gaan. Je kan ook in het slagwerk zelf kun je ook verschillende kanten op gaan in stijlen muziek. Ja, en je hebt bijvoorbeeld ook heel veel pianisten die, die zeggen van nou, ik ga dat toch eens proberen. Omdat dat heel dichtbij ligt. En dan heb je je witte zwarte toetsen. En dan moet je dus alleen leren die stokken te beheersen. Ja. Nou, dat kan hij dus al. En hij speelt op piano. Ja. Dus nou ja, dat de man die alles kan. Ja.